Goedemorgen. Ik was net een blogpost aan het lezen van een reisblogger. En zij beschreef zo goed hoe het is om over de straten in Amsterdam te lopen. Ze was daar net 2 dagen geweest. Dus ik was eventjes helemaal getransformeerd alsof ik weer eventjes in Amsterdam was. Maar dit is het uitzicht volgens mij. Die ramen worden echt met de dag vieser. Ik weet niet wanneer ze ze gaan schoonmaken. Anyways. We gaan vandaag naar Oosjabaak. En vandaag echt hoor. Vandaag gaan we echt. Ik heb er zoveel zin in. Snel douchen, aankleden, ontbijten. Het is nu 9 uur en dan. Kennen jullie de Facebookpagina Humans of New York? Dat is een pagina van een fotograaf die dus constant door New York gaat en allemaal foto's maakt van mensen in New York en een korte beschrijving geeft bij die foto. Ik ben echt zo gek op deze Facebookpagina. Mijn broertje had hem een keertje naar me toe gestuurd. En echt, without fail, dan lees ik het uit mijn ontbijt en dan is het ineens. Er staan zulke mooie verhalen op en er staat er nu eentje van Moedersdag en hun kindje ligt in het ziekenhuis. Echt zo'n aanrader als je prachtige verhalen wil lezen over mensen in New York, maar eigenlijk over mensen in het algemeen. Het is mijn ontbijtnieuws, om het zo maar te zeggen, samen met YouTube-video's. En dit is wat ik aan heb voor ons dagje in Ocean Park. Ik heb een jurkje wat ik in Xi'an heb gekocht. Streep natuurlijk, want ik heb een obsessie. Mijn zilveren schoentjes, die lopen echt super lekker. Ik kan de hele dag op door. En zwarte sokken. Eigenlijk had ik liever mijn watermeloensokjes aangetrokken, maar die zijn nog nat. Dus dat is het, ja. En ik heb nog een ketting die ik hier had gekocht. En mijn Chinese unicorn, die zit eronder. Die vind ik nu al helemaal leuk. Doe ik niet meer af. Dat is het. Heel simpel, maar comfortabel. En het ziet er toch ook leuk uit. Ocean Park, Ocean Park, Ocean Park. En we hebben vet mazzel met het weer, want het heeft gisteravond het geregend. Er was de hele dag bewolkt. De dag ervoor was de hele dag aan het regenen. En het is vandaag gewoon super zonnig. En ik heb dus een paraplu mee, waarschijnlijk voor de zon. Koppie koppie. Pandas, pandas, pandas. Kijk deze level Asian fontein. Aan het einde van de dag hebben ze hier ook echt een fantastische show. Oeh, oeh, oeh. Kijk de cable car naar de andere kant van het park. We zijn in het grote aquarium. En als je denkt dat dit het is, wacht maar. En dit is wat ik bedoelde. Kijk hoe gigantisch. Haaien zijn we erin. Het park is ook echt bedoeld, het heet Ocean Park en het is ook echt bedoeld om mensen bewust te maken van hoe wij de oceaan vervuilen en dat we toch echt heel erg afhankelijk daarvan zijn. Het is dus niet alleen een attractiepark, maar heeft ook een achterliggende gedachte van een goed doel. Twee krokodillen die aan het chillen zijn. Wow, ik schrok me helemaal dood. Ik dacht dat dat een echte was en daar ook eentje. Ik keek gewoon even heel snel. Ik dacht, wat? Nee, rennen. Hier zijn de panda's. Kijk, kijk, kijk. Kijk dan! Kijk hoe dichtbij. Wat een baas. Hij chillt hem gewoon. Iedereen zit foto's te maken. Hij denkt nam 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 nam. Maar ja, daarom zijn ze misschien ook bijna uitgestorven. Totaal geen besef van iets om zich heen. Behalve het eten. We zitten in de cable car. Dit is dus hoe je tussen de twee bergtoppen wordt vervoerd. Het is echt zo tof. Check.
Oh ja, skip meteen ook de kabelcar van de Grote Boeddha en doe gewoon deze kabelcar. Ocean Park, 3-in-1 attractie. Oh yeah, we gaan in de Hair Razor. Ah, ik mocht op het laatste moment mocht ik mijn GoPro niet mee. Maar het was echt een super fun achtbaan. Ondanks dat het precies op het moment dat we naar buiten gingen begon te regenen. En het regent nu ook. Maar het is niet zo heel erg. Het is hartstikke warm. En we hebben een paraplu bij ons. Helemaal prima. Maar de achtbaan was echt heel leuk. Hij was echt, echt super fun. Je ziet zeg maar dat je zo over je kop gaat. En je draait een paar keertjes heel scherp. Hij is echt leuk gewoon. Oh wauw. Het is net echt keihard aan het regenen. En deze rit heeft geen dakje of zo daarboven. Wij gaan zo meteen proberen een paraplu mee te smokkelen. Dit is toch niet leuk? Of jij zelf, schat? Dat is hartstikke leuk, joh. Dancing in the rain! De lucht is echt net aan het opklaren. Ik hoop dat wij gewoon zo meteen droog in dat ritje zitten. Oh my god, we krijgen nu echt een douche! En we drogen straks ook niet op, want de luchtvochtigheid is echt 80% of zo. Nou ja, oké. Okay. Ik heb in ieder geval wel mijn GoPro meegesmokkeld. Dat mag helemaal niet. Stefan moest ook zijn slippers uit. Maar dan... Oh my god, dit is echt ernstig. Oh, we zijn straks zo nat. Oh my god. Het uitzicht is zo mooi. Ik vind het een beetje eng, eigenlijk. Wauw, het regent zo hard. Ik ga mijn GoPro uitdoen. Oh my god, ik moest op een gegeven moment... Het was zo hard aan het regenen. Ik moest gewoon op mijn lenzen letten. Dat is niet... Ja, we gaan nu weer naar beneden. Dit is het uitzicht. Het was echt heel mooi, maar ik kon gewoon niet filmen, want anders gaat de GoPro stuk. Oh. En we hebben een douchepad. Lekker hè, schat? Ik wou wel een beetje van die zeg maar waterspray vanochtend, omdat mijn poeder zeg maar iets te poederig was. Maar dit is misschien iets te veel van het goede. Tuurlijk, we zijn 1 minuutje uit de rit en het regent niet meer. Even weer wat energie opdoen. Stefan heeft uieringen, patatjes, crinkle cuts. Heel lekker deze. Ik heb een biryani en samosa's. Hoe schattig is dat lollytasje? Oh, zo lief. Dit is echt Stefans schuld. Echt waar. Hij is zo'n ijsjesgek. En nu heeft hij me ook aangestoken, want zwarte sesamijs. Of tenminste... Een sundae met zwarte sesamsaus. Yay, de dolfijnen- en zeeleeuwenshow gaat beginnen. Check dit uitzicht. Hoe bruut. Ze maken van de show echt een heel verhaal met voorlichting hoe plastic het zeeleven bedreigt. Echt goed hoor, want er zitten hier heel veel mainland Chinezen en Indians die het misschien gewoon niet weten. Weet je, dit wordt gewoon niet in hun land verteld. En het wordt hier wel verteld, dat is wel echt goed. Kijk, echt een campagne tegen het vissen naar haaien voor hun haaienvinnen. Ik hoop echt oprecht dat de mensen wat meer meekrijgen door dit park. Echt zo jammer, mijn lievelingsachtbaan, de Dragon, is dicht. Als je hier bent, dan moet je echt in de Dragon, want het is een achtbaan die net over het randje van die berg gaat. Dus het lijkt echt alsof je er gewoon... vanaf stort, maar op een hele coole manier. Niet van, met van die irritante muizen dingen, weet je wel. Die zijn zo... Die zijn niet leuk. Deze is heel vet. Is echt heel cool, maar hij is helaas nu dicht. Yes! Ze hebben het koala aquarium nog wel. Deze is het allermooist. Kijk hoe fantastisch.
Piet. Kijk hoe schattig. Kijk hem dan chillen. Ach, Gosje. Oh my gosh. Oh wow. Oh, wij willen weer in een ritje. Maar het weer ziet er weer erg onheilspellend uit. Ik heb weer een vet leuke afkorting die Stefanie weet. SMH. Voor nu is de vertaling so much horse. Mijn nichtjes kijken ook weer, dus we houden het even netjes. Maar weet dus niet wat het betekent. So much hate? So much hate, ja schat. So much hate. Nog een nieuwe variant, show me how. Toch schat? Ja, en ook stom me. Hij zegt dat als ik het laatste woord zeg, dat hij het dan wel weet. Oké, okay. Laatste woord is head. Head? Head. Ik begin meteen te giebelen. Ja, ik weet nu wel wat het is. Ja, wat is het dan? Dit wordt echt te grappig. Chinese oude mannetjes begrijpen niet dat ik mezelf loop te filmen. Shaking my head. Ja, heel goed schat. Woehoe. Maar een andere is heel leuk. Maar weet je. Je had dit gewoon ook al 10 minuten geleden kunnen googlen. Ja, jij hebt mijn telefoon in je tas zitten. Ja, want die kan je niet pakken. Wij weten het in ieder geval. SMH. En weer terug met de kabelcar. Oh mijn god, we liepen naar buiten en het begon ineens keihard regenen. En toen nog harder, en toen nog harder, en toen nog harder. We zijn allebei helemaal doorweekt. Dit is Stefans t-shirt. En mijn schoenen, ik had ze net zo goed gewoon in een emmer water kunnen stoppen. Ja, zo nat zijn ze nu. Het is echt verschrikkelijk. En we hebben nog een etentje met... met mijn broertje en zijn beste vriend, die wilden ons tracteren, en mijn ouders in de airco. Ik hoop dat we morgen nog ons bed uitkomen als ze niet ziek zijn. Ik ben over 1 minuutje jarig en Stefan heeft stiekem iets voor me gekocht. Ik had namelijk nog niks gevraagd voor mijn verjaardag en hij had nog geen cadeautje, omdat ik nog niet wist wat ik wilde hebben. Maar hij heeft wel iets gekocht en ik wil weten wat het is, want hij doet er heel stiekem over en zo. Is dat zover? Is dat zover? Is dat zover? Ja? 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 Yay! Ik ben 31! Yay! 25 natuurlijk, hè? Maar 31 om wat serieuzer over te komen en zo. Oeh, oeh, oeh! Het is dit, het is dit. Wat is het? Wat is het? Ik schat dat het macarons zijn. Ja, waar gaat die dan? Daar gaat die dan. 1, 2. 1, 2. Yay! Oh man, I love macaronnetjes. Ah, zo lief, zo lief, zo lief. En ik wou nog taart hebben. Oh, oh, ik hou echt van die paramoere macarons. Yay, yay. Dankjewel lief. Oh, mijn batterij is echt helemaal dood. Ik ga deze vlog afsluiten. Ik ga zeker nog even een paar macarons eten voordat ik ga slapen. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan hieronder. Als je wel geabonneerd bent, dankjewel. Wil je nog meer afleveringen zien? Ben je benieuwd? Dan kan je hiernaast alvast op de vorige aflevering drukken. En daarmee, ja, zie je alle vorige afleveringen ook. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen.